en welkom bij Fem. Vandaag wil ik jullie wat tips geven om als ondernemer goed te kunnen plannen. Ik ben inmiddels 5 jaar ondernemer en dat vind ik ontzettend leuk om te doen. En ik heb in die afgelopen 5 jaar veel geleerd over plannen en een schema aanhouden en hoe ik het beste kan werken met mijn eigen bedrijf. Beautyplus.nl, ik maak beautyvideo's, ik doe dit soort dingen, ik schrijf artikelen enzovoort. En heel veel mensen roepen van je moet zakelijk en privé gescheiden houden, maar als je onderneemt dan kan dat natuurlijk niet echt, want je bent eigenlijk altijd wel met je bedrijf bezig. Je bent altijd bezig met nieuwe dingen bedenken, inspiratie opdoen, toch wel eigenlijk altijd werken. En het is een kunst om het soort van, je moet wel een soort van nog dingen doen die niet werkgerelateerd zijn. En dit zijn mijn tips. Als eerste is het oké om altijd wel een beetje met je werk in je achterhoofd te zitten. Ik merk dat heel veel mensen die niet ondernemen voor een baas werken bijvoorbeeld, dat die denken van ja, maar ik ben nu vrij en ik doe helemaal niks voor mijn werk. En in het begin voelde ik me dan schuldig als ik eigenlijk altijd wel iets deed wat met mijn werk te maken had. Dus in mijn achterhoofd, weet je, liep ik in de winkel, deed ik boodschappen en dan, oeh, dit kan ik wel gebruiken voor een video. En dan dacht ik, nee. Niet ondernemers die doen ook gewoon niks met hun werk, ik moet dat niet doen. Maar achteraf denk ik, ja, weet je, als ik op dat moment een creatief idee heb, dan kan ik maar beter gelijk doen. En zoiets kleins als iets in de supermarkt meenemen is helemaal niet zo erg. Aan de andere kant moet je niet verzuipen in het werk, want er is altijd wel wat te doen. In mijn geval, ik kan bijvoorbeeld als ik wil jaren vooruit gaan werken. Nou, als ik mijzelf dat nu dwing om te doen, dan heb ik straks een burn-out omdat ik zo ver vooruit werk. En dan denk ik, oh my god, ik moet nog 20 artikelen per dag maken. Maar dat hoeft helemaal niet, dat heb ik zelf bedacht, weet je. Dat zeg ik voor mezelf. Tuurlijk moet je gedisciplineerd zijn. Dat is echt de kern van goed ondernemen. Je moet gedisciplineerd zijn. Je moet elke dag gewoon je ding doen en werken en vooruitwerken en nieuwe dingen bedenken. Maar je moet ook niet verzuipen in het werk. Nou, wat heel veel mensen doen is dat ze dan voor zichzelf een tijd aangeven waarin ze werken. Bijvoorbeeld, ik werk alleen van 9 tot 6 klaar. Ik merk dat ik 's avonds creatiever ben. Er is een hele lange tijd geweest, denk ik 3 jaar, dat ik echt wel gewoon echt iedere nacht 's nachts werkte. Nou weet je, als dat werkt moet je dat vooral doen. Maar spreek met jezelf dan gewoon een tijd af. Dat je zegt van nou ja, ik werk van 9 tot 12 en dan 's avonds weer van 6 tot 1 uur 's nachts of zo. Ik zeg maar wat. En dat is dan, dat geeft je dan soort van een schema. Dat als mensen die met je willen afspreken privé, dat je dan kan zeggen, nou op die tijd kan ik niet, want dan werk ik. Dat is ook zo'n valkuil. Als je voor jezelf werkt, dan denken mensen al heel snel, ja maar jij zit toch gewoon thuis, je kan toch lekker op de koffie komen en zo. Maar nee, weet je, jij hebt ook dingen om te doen. Maar als je voor jezelf een schema maakt, dan is het ook makkelijker om op die manier tegen mensen te zeggen, hé, ik kan niet, want ik werk tot 6 uur. Dat je verder in je vrije tijd ook altijd iets van werk in je achterhoofd hebt, dat laten we er even buiten. Maar ik bedoel puur echt achter die laptop kruipen en dingen regelen, telefoontjes plegen. Dat kan je wel gewoon echt in een tijdschema doen. En wat ik bijvoorbeeld heb, mijn vriend die werkt gewoon wel voor een baas. En die is iedere dag van 8:30 tot 6:30 op zijn werk. En ik zorg er gewoon voor dat op het moment dat hij vertrekt, begin ik met werken thuis. En op het moment dat hij thuis komt, ben ik klaar met werken. Nou, lukt niet altijd. Soms zit ik 's avonds ook te werken, toch wel 3 keer in de week nog. Maar het maakt niet uit, want ik vind het leuk en ik betrek hem er dan ook bij, want hij komt er ook in voor. Maar het is wel een goede richtlijn. Het is niet zo dat ik denk van, oh, ik kan lekker om 1 uur wakker worden en dan lekker aan de slag gaan. Nee, want mijn vriend die komt al, die is al 6 uur thuis en dan willen we gewoon gezellig met z'n tweetjes eten en dingen doen. En niet dat ik de hele tijd achter die laptop zit. Iets anders waar ik het laatste jaar heel erg bewust mee bezig ben geweest en dat me eindelijk echt is gelukt, is heel bewust weekend houden. Nou, als je een ondernemer bent, dit hangt een beetje wel vanaf wat voor werk je doet. Want ik ken ook iemand die in de event zit en die is juist super druk in de weekenden. Omdat dan, weet je, mensen feestjes hebben en zo. Dus zorg ervoor dat je in ieder geval iets van soort van weekend hebt. Al is het maandag en dinsdag. In ieder geval dat je soort van een pauzetje hebt iedere week. En ik hou gewoon echt het weekend aan, zaterdag en zondag. Ook omdat mijn vriend dan weekend heeft. Dus dan hebben we weekend. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik gewoon op vrijdagmiddag of vrijdag 6 uur, dat ik klaar ben met werken. Ik heb een deadline voor mezelf. Ik stress soms ook omdat ik denk, oh, ik moet een deadline halen. Terwijl eigenlijk, als het echt moet, dan kan ik het weekend doorwerken. Maar ik probeer het niet te doen. En nogmaals, weet je, ik ben altijd, ik vlog elke dag, dat is ook werk bij me. Maar ik bedoel meer het tikken, echt het concreet naar een scherm kijken en bezig zijn met mailtjes tikken, artikelen, de foto's schieten, video's opnemen. Voor mij, mijn weekend is gewoon mijn fun, happy time. Mijn werk is ook fun, happy, maar dat is gewoon dat ik bijvoorbeeld ook gewoon naar een pretpark kan of gewoon wat leuks kan doen, met vrienden uitgaan. Ik weet gewoon, als het weekend er is, dan hoef ik niks te doen. Andere
mensen die vinden het weer fijn om door de week wat meer tijd te hebben. Er zijn ook heel veel ondernemers die bijvoorbeeld ervoor kiezen om iedere dag 7 dagen in de week te werken. En dan maar iets eerder klaar te zijn bijvoorbeeld. Dus bijvoorbeeld als je 's ochtends opstaat, dat je dan werkt tot 1 uur of 4 of 12 of zo, ik zeg maar wat. En dan gewoon dat 7 dagen lang. Nou ja, ik kies er gewoon voor een weekend te houden en gewoon door de week te knallen. En ik vind dat heel fijn met het feit dat mijn vriend dan ook vrij heeft en dat wij dat dan zo, zeg maar, samen weekend kunnen vieren. Maar je kan er dus ook voor kiezen om 7 dagen lang. Dus ik kende iemand die werkte van 3:30 ochtends tot 10 uur of zo, 7 dagen lang. Dus 7 dagen achter elkaar in de week, elke dag. Kan ook, weet je, als je hebt fijn om extra vroeg op te staan. En dan gewoon elke dag gewoon een vaste routine. Vroeg opstaan, werken, Ik vind het wel niet fijn, want ik hou ook van feesten en zo. En dat betekent dus ook de volgende dag lang uitslapen en alles. En dat bewaar ik gewoon voor het weekend. Vroeg opstaan, sowieso. Vroeg opstaan is echt zo'n hele grote tip van iedereen. Oh, als je voor jezelf werkt, ga dan extra vroeg opstaan. Ja, weet je, ik vind het allergrootste voordeel om voor jezelf werken, is dat je gewoon lekker, als je wil, later op kan staan. Tuurlijk werk je dan lang door, maar als je wil, kan je later opstaan. Ik ben een avondmens, dus ik heb een hele lange tijd gehad dat ik rond 10 à 11 uur opstond. En dan zeg maar mijn dingen ging doen tot 's avonds laat en 's nachts werken enzovoort enzovoort. Nou, inmiddels heb ik me dus aangepast aan het schema van mijn vriend. En ik probeer gewoon, ik ben wel ongeveer 1 uurtje later. Dus hij staat op om 7 uur, ik sta op om 8 uur en ik begin om 9 uur. En hij vertrekt om 8:30. Dus je kan je eigen tijd indelen. Het lijkt mij heerlijk om dat te kunnen hoor. Om 5 uur 's ochtends op te kunnen staan. En dan hoppakee werken en doen. Maar ja, het is gewoon niet aan mij besteed. Ik ben ook gewoon creatiever 's avonds laat. En eigenlijk tegen 6 aan ben ik het meest creatief. Dus ik bewaar ook gewoon creatieve dingen voor het einde van de dag. En dan als ik klaar ben met werken, dan is het gewoon klaar. En ja, het kan ook anders. Je kan ook gewoon om 5 uur je wekker zetten. Of je zet om 10 uur je wekker, wat jij fijn vindt. Er zijn heel veel tips wat betreft vroeg opstaan. Maar ik ben daar niet. Ik vind niet dat het voor iedereen moet. Zolang je maar wel iedere dag gewoon een vaste tijd hebt dat je soort van begint met werken. Al is het 12 uur 's middags. Dat kan. Je hebt ook baantjes waar je om 12 uur 's middags begint en waar je tot 10 uur 's avonds doorwerkt. Ja, dat verschilt gewoon. Hetzelfde geldt voor je eigen onderneming. Gewoon vaste tijden beginnen en vaste tijden eindigen. Dan nog heel kort het grootste planningprobleem van alle ondernemers: vakantie. Ja, want je kan je eigen tijd indelen, maar je hebt eigenlijk geen vakantiedagen. Je doet gewoon wat je zelf wil. Je kan natuurlijk ook het hele jaar door 1000 keer op vakantie gaan, maar ja, dan gebeurt er geen werk. En ja, dat is gewoon eigenlijk een kwestie van, ik kan niet anders zeggen dan gewoon pikkel hard vooruit werken. Bijvoorbeeld in mijn, wat ik doe met schrijven en zo, je kan altijd al vooruit werken. Ik werk altijd een beetje vooruit. Maar het kost je eigenlijk, als je 10 dagen op vakantie gaat, kost het je 10 werkdagen. Dus je moet eigenlijk, wat ik altijd doe, is 10 dagen ervoor er heel erg bewust van zijn dat ik het dubbele werk moet doen. Dus ik moet 2 dagen aan werk in 1 dag proppen. Dus wat doe je dan als ik bijvoorbeeld, stel, oké, een week is makkelijker. Ik ga een week op reis. Een week ervoor heb ik het dubbele werk. 2 weken ervoor komt er een halve dag werk bij. Dus wat ik vaak doe is dat ik 2 weken vooraf begin met een halve dag aan werk toevoegen. En dat hoeft echt niet qua tijd te zijn, maar meer qua hoe efficiënt en snel ik werk. Dus ik moet geen afspraken plannen of minder afspraken. Telefoontjes toch iets minder plegen, iets minder aannemen ook. Tegen iedereen ook zeggen, sorry, ik ben echt even gefocust aan het werk, want ik ga binnenkort op vakantie. En ja, je eigen deadline maken. Dus vooraf ook al een planning maken. Van nou ja, op die dag moet ik zoveel artikelen af hebben. Op die dag zoveel. En ik zorg er altijd voor dat ik 1 dag voordat ik op reis ga, dat ik gewoon niks meer hoef te doen. Ja, eigenlijk gewoon net als je voor een baas werkt, dan werk je tot aan de dag voor je vakantie. En ik zorg ervoor dat ik die dag zeg maar alles afrond, alle laatste dingetjes heb geregeld. Ik hou die dag vrij, want er komt altijd wel nog wat last minutes bij. En dat doe ik op die dag en dan is het ook echt klaar. Dan kan ik het laten gaan op vakantie. Op vakantie niet werken. Nou, ik doe het toch vaak toch omdat ik het gewoon echt leuk vind. Maar dat is ook, weet je, ik kom op vakantie ook beauty dingetjes tegen. Maar ik ga wel met de intentie om gewoon niet, ik heb geen deadlines meer. Dus ik ga daarheen. Dus niet dat ik denk, oeh, ik moet voor vrijdag nog een artikel maken. Nee, gewoon let it go. En als je terug bent, weer lekker opgeladen. Oeh, en in mijn autoreply staat trouwens ook altijd, ik ben op vakantie en ik heb geen internet. Vaak zet ik er ook bij, jouw mail zal niet worden gelezen, doei. Zoiets gewoon, ik heb ook helemaal geen zin om terug te komen en duizenden mailtjes te beantwoorden. Dus dat is ook een tip van mij. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doeg!
zit het vast in een knot bovenop mijn hoofd, zodat ik kan gaan douchen. Mijn haar zit vast